Een vriendschapsband van 10 jaar lijkt danig bekoeld. De gemeente Nijmegen wil weten waarom en probeert contact te krijgen met de collega's van de Turkse stad Gaziantep. Turkse media die melden dat de vriendschap met de Waalstad zo goed als voorbij is. Burgemeester Bruls wil weten hoe het zit. Al 10 jaar zijn ze goede vrienden. De steden Nijmegen en Gaziantep. In de Turkse stad ligt zelfs een Nijmegen boulevard. Maar de ruil tussen Nederland en Turkije heeft alles veranderd. Bunlar nazi kalıntısı. Bunlar fascist. Verschillende Turkse media melden nu dat het over is met de vriendschapsgevoelens van Gaziantep voor Nijmegen. De borden op de Nijmegen boulevard zijn weggehaald. Burgemeester Bruls wil weten wat zijn Turkse vrienden bezielt. Het lijkt aardig op het einde van de vriendschapsband. Ja, het is jammer als dat zou worden doorgesneden. Maar ik zeg er tegelijk bij, als mensen denken dit land binnen te komen om de boel op te stoken en ze zijn boos dat ze worden uitgezet en dit zijn de consequenties, dan sta ik gewoon aan de kant van de Nederlandse regering. Geen enkel probleem natuurlijk. Nijmegen heeft ook een Gaziantepplein. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Nou, dat blijft zo. We vinden als gemeentebestuur niet dat je gelijk in een houding moet vervallen. Omdat één iets doet, gaan wij hetzelfde doen. Dan ga je alleen maar escaleren. En gelijk met gelijke munt gaan betalen. Eerlijk gezegd, die kinderachtigheid, die hebben we toch wel gehad.